Kan jij deze video liken? Met je duim, ik daag je uit. Wij hebben maar een paar seconden voordat er een mega golf op ons afkomt. En in die tijd moeten wij ervoor zorgen dat we iets hebben gebouwd. Wat bestendig is tegen een megagolf eigenlijk. Joop, dat is makkelijk. Nee, dat is het niet. Oké, we hebben nog 4 seconden, dus ik ga gewoon hierin zitten. En ik maak dit dicht. Oké, dan wil ik hier wel een raampje hebben. Oké, ik hoor wel iets. Wacht, ik heb nog geen vloer. Laten we die ook even snel maken. Oké, kijk. Het ziet er naar uit dat we nog eventjes hebben. Ik heb hier dus een trappetje bovenop gemaakt. Oh nee, het komt eraan. Snel, 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 snel. Oké, ons huis had dit waarschijnlijk niet overleefd. Dus het is goed dat we er even iets bij hebben gebouwd. Ons huis is onder water. Wacht, misschien kan ik naar een andere speler toe bouwen. Want kijk, daar tegenover heeft iemand een veel... Een veel grotere basis. Snel, 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 snel. Oh, dit gaat maar net goed. Oké, ik moet snel naar de overkant toe. Ik heb weinig tijd. Omhoog, omhoog, omhoog. Ik kan niet hoger dan dit. Dan moet ik Robux betalen. Oké, vooruit. Ik heb volgens mij echt het lelijkste bouwwerk ever. Maar we zijn in ieder geval wel golfbestendig. Oh, moet je kijken. Het gaat hoger dan de bomen. Oh, perfect. Oké. Weet je wat? Laten we alles eventjes weghalen. Laten we anders dit gebruiken. Oh, we hebben niet genoeg geld. Nou, vooruit. Dan halen we er een beetje bij. Kijk, we beginnen met een vloer gemaakt... Oh, ik heb geld gekregen. Met een vloer gemaakt van metaal. Geen idee of metaal slim is, want dat gaat waarschijnlijk roesten als het zo meteen nat is. Maar ik ga het gewoon proberen. Want we hebben dus net gezien hoe hoog de golf kan zijn. Oké, hier zo maken we uiteindelijk de deur. En wij kunnen kiezen hoe hoog de golf wordt. Ik had dat beter niet kunnen zien, want nu is er iets in mijn hoofd dat zegt... Doe het! Je moet het doen! Dat ben jij gewoon, Bob. Oké, kijk. We hebben hier nu gewoon een mega blok van metaal. Dan kopen we even een deur. En die zetten we hier. Laten we een ladder kopen. Kijk, die plaatsen we dan gewoon hier. En dan maak ik hier gewoon een mega eigenlijk uitkijktoren. Gaan we naar beneden. En dan gaan we naar boven, terwijl we er ook allemaal ladders plaatsen. Laten we eerlijk zijn. 1,5 minuut om te bouwen voor een gigantische golf is niet zo lang. Kijk, en dan zijn we hier. En laten we hier dan steen gebruiken voor de volgende verdieping. Oké, we hebben nog minder dan 10 seconden. Maar meestal moet de golf dan ook nog deze kant op komen. Nou, dan maken we het hier nog iets groter. En dan maken we de muren van deze steen. Oh my gosh, ik weet niet of ik dit ga halen. De golf is onderweg. We kunnen dus ook een lavagolf activeren. Iets in mij zegt dat dat niet slim is. En iets in mij wil het heel erg graag doen. Oké, kom op, kom op, kom op. Dit gaat de goede kant op zo. Oké, we gaan dezelfde tactiek hier ook toepassen. Want zoals je kunt zien, het is best wel een hoge golf. Oké, wacht, we gaan naar beneden. En dan plaatsen we ook hier weer een ladder die naar boven gaat. Dan hebben we dus eigenlijk nu al 3 verdiepingen. Dan maken we deze verdieping wel eventjes af. Want een dak, dat lijkt me wel handig. Oh, we hebben het gehaald. Oké, weet je wat? Dit zijn alle golven die we kunnen kiezen. Laten we gaan voor een gigantische golf. Nou, hier maken we dan even snel een plafond op. En wat ik eigenlijk ook wil checken, wat is nou eigenlijk het hardste materiaal wat we in dit spel kunnen kiezen om mee te bouwen? Oké, dit ziet er eigenlijk best wel goed uit. Alleen hier hadden we blijkbaar nog geen dak gemaakt. Dus laten we dat even heel snel doen. We hebben nog een minuutje de tijd. Oké, dan maken we even het dak hier bovenop. Perfect. Oeh, er zijn meubels. We halen er snel wat muntjes bij. Laten we hier een bed neerzetten. En dan gaan we snel door naar de volgende verdieping. De golf is namelijk onderweg. Oké, perfect. We zijn er. Hier nog even een blokje. Dan zetten we hier de koelkast neer. En dan maken we een keuken met nog een lampje in de hoek. Oké, dit is dus onze keuken. Gaan we snel naar boven. En dan willen we hier de volgende verdieping. Oeh, er is zelfs VIP. Oké, dat is super duur. Maar dan kunnen we wel een gouden kamer maken. Dit zijn dus gouden blokken die we nu neerzetten. Ik weet niet of goud het beste materiaal is tegen water. Maar we gaan het in ieder geval wel proberen. Oh, dat was het al? Dat stelde niks voor. Ja, dan maken we deze gouden kamer zo groot mogelijk. En hier wil ik eigenlijk een soort van bunker van maken. Voor alleen de allerhoogste golven. Nou, hier moeten we hem nog wel een klein stukje uitbreiden. Zo. Het is best wel eng eigenlijk. Vooral als je weet dat de golf die nu komt de allerhoogste is tot nu toe. Oeh, we kunnen zelfs allemaal stapels met goud neerzetten. Weet je wat? Laten we dat gewoon als een soort van muurversterking doen. Dan ook aan deze kant. Oh my gosh, kijk dan. Is dit lava? Dit is lava. Oh nee. Kunnen we afgaan? Oh, ja, dat kan. Ouch. Ouch, nee. Oh my gosh. Oké, weet je wat? Laten we er gelijk even een speed coil bij halen. En nu we toch bezig zijn, laten we daar ook gelijk een gravity coil bij nemen. Ben jij de echte? Jazeker. En ik wil ook echt blijven leven. Oké, dan pakken we de speed coil. Want kijk, dan kunnen we veel sneller de ladder beklimmen. Nou, hier hebben we dus onze eerste kamer met de keuken. En dan op de volgende verdieping hebben we onze goudkamer met lava. Maar die lava is gebleken niet zo slim te zijn. Wacht, weet je waar we de lava perfect voor kunnen gebruiken? Om gewoon om onze bunker heen te zetten. Dan verandert het water misschien wel in steen. Want dat is wat er gebeurt, toch? Oh. Oh my gosh, de golf komt. Oké, wacht. Volgens mij heb ik nog even. Volgens mij heb ik nog heel even. Oké, nu ga ik snel naar boven. Oké, nu ben ik super blij met mijn speed coil. Anders zouden we waarschijnlijk niet op tijd boven zijn. Oh nee, ik weet niet of dit hoog genoeg is. Oké, wacht even. Er zit maar één ding op. En dat is met goud naar boven toe bouwen. Oh my gosh. Oh my gosh. Oh my gosh. Oh my gosh. Ik weet niet of we dit gaan halen. We kunnen niet hoger dan dit. Maar we kunnen niet hoger dan dit. Oh, wat moet ik nu? Wat moet ik nu? Oké, snel. Naar beneden. In de bunker. In de bunker. In de bunker. Snel. Hier tegen het goud gaan aanstaan. Dit is mega hoog, dude. Nee, 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 nee.
Wacht, wat? Hebben we het overleefd? We hebben het gewoon overleefd. Oh my gosh. I subscribe op DutchTuber Job. Dankjewel. Oké, dan gaan we hier in ieder geval nog een ladder naar boven maken. Want dit was water. Maar we gaan zo meteen iets anders doen. Nou, dit plaatsen we helemaal tot en met boven. Hé, deze speler gaat met mij mee. Nee, wacht. Deze doen we weg. En deze ook. Want kijk, er is hier een trampoline. En die wil ik eigenlijk boven zetten. Zullen we gewoon voor de lava tsunami gaan? Job, ik weet niet of dat slim is. Slim bestaat niet. Net als Bob die geen taco lust. Kijk, nu gaan we proberen dit oppervlakte hier wat groter te maken. Want het kan eigenlijk niet hoger dan dit. Dit is het hoogste wat we kunnen gaan. Oh my gosh. Ik had niet verwacht dat we nu nog steeds geen één keer zouden zijn afgegaan. Oké, kijk. Oh, dat is super handig. Want als er namelijk toch een hele hoge golf is, kunnen we er op deze manier overheen. Oké, maar nu ga ik snel beneden verder. Oh nee, deze speler is in de lava gaan staan. Nou, dat is natuurlijk ook wel een voordeel. Zo kun je je huis wel beter beschermen. Tenzij je er zelf in gaat staan. Ik ga hier dus gewoon zoveel mogelijk lava neerzetten. Ik ben er weer in gaan staan. Ik wil gewoon het hele plot vol hebben met lava. En dan wil ik een soort van obby maken om bij de deur en zo dus in de bunker te komen. Oké, dit gaat wel echt de goede kant op zo. Ik ben super, super benieuwd of onze lava bunker, de lava die eraan komt, kan tegenhouden. Oh, dit is zo spannend. Oké, we zijn al ruim over de helft. We gaan nog eventjes verder. Hier nog een beetje. Wat kunnen we eigenlijk nog meer halen? Oeh, wacht. Wil je groter kunnen bouwen? Jazeker. Oh, wat hoor ik nou? Komt de lava? De lava komt. Oké, we moeten heel snel zijn nu. Oh my gosh, ga ik dit wel halen? Ik weet het niet. Snel, snel, snel. Ik ben het allemaal aan het plaatsen. Pak dit erbij. Spring, 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 spring. Oh nee, ik ga het niet halen. Snel, zet dit hier neer. Snel, 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 snel. Oeh, oké, oké, oké. Net op tijd. Net op tijd. Maar de vraag is, hoe hoog is deze lavagolf? Oh, dude, moet je zien. Let's go. Oké, we hebben misschien niet echt het meest slimme ontwerp gemaakt. Maar we zijn nog geen één keer afgegaan. Dus je kunt zeggen wat je wil, maar het werkt wel. Kunnen we eigenlijk vanaf hier naar een bouwwerk wat iemand anders heeft gemaakt? Want we zijn niet de enige. Ik wil eigenlijk daar naartoe springen. Zal ik het gewoon proberen? Spring. Oh, dat ga ik nooit halen. Wacht, misschien met een trampoline dat ik het wel haal. Oké, kom op, kom op, kom op, kom op. Oké, het maakt al niet meer uit, want de lava is weg. Maar wat is de allergrootste? Dat is denk ik deze. De Giant Triple Wave. Oh, dat klinkt ook gewoon eng. Oké, dan gaan we nu snel door met dit afmaken. Oké, we gaan het niet helemaal vol plaatsen met lava, want we hebben net ons plot groter gemaakt met die Game Pass. Anders wordt het wel heel overdreven. Maar zo vind ik het eigenlijk wel goed geweest. En het is af. Oké, dit is perfect. En dit is water. En dat zetten we dan hier neer. Ik heb geen idee wat ik doe. Het ziet er misschien uit alsof ik een heel plan heb bedacht van tevoren, om dit elke keer te kunnen overleven. Maar het is gewoon beginnersgeluk. 10 keer achter elkaar. Oké, perfect. Het is af. Oh nee. Oh nee. Oh, ik was net op tijd. De golf die komt eraan. Oké, deze golf hebben wij net geactiveerd. Nou, we hebben hier onze keuken. Nu ik erover nadenk. Ik wil ook een wc hebben. En een gootsteen. Dus laten we de wc hier neerzetten. Met dan ernaast een gootsteen. Even snel een wc'tje gekocht terwijl er een tsunami aankomt. Dit moeten we ook even weghalen. En de trampoline ook. Zo. Snel hier de ladders plaatsen. En ook naar boven gaan. En dan hebben we hier dus de laatste ruimte. Oh my gosh. Gaan we dit halen? Ik weet het niet. Is het hoger dan ons? Oh, ik vertrouw het niet helemaal. Oeh, het was net goed. Het is net goed. Moet je zien. Wij zijn de enige die hoog genoeg gebouwd hebben voor deze golf. En zo meteen als de golf weg is, dan ga je ook zien hoe mega hoog we eigenlijk zitten. Kijk, dat bedoel ik. De golf is weg en we zitten echt super, super hoog. Maar wat als we nou het water wel aanraken? Dan zijn we gewoon af. Was dat door de lava of het water? Ik loop nu gewoon door het water heen. En ik ga niet af. We hebben hier ook iets met sneeuw. Kijk, dat is op zich wel slim om te proberen. Want wij hebben lava geplaatst om onze bunker heen. Wil dat zeggen dat de sneeuw dan gewoon smelt? Tenzij ik gewoon een vliegend tapijt koop. Met een taco! Nee, Bob. Want kijk, nu kan ik gewoon het vliegende tapijt pakken. Dan kan ik gewoon hier naar beneden. En ben ik alsnog binnen bij deze speler. Ik wil toch kijken of ik tegen de sneeuw kan. Nee. Abonneer voor meer en adios.